Elkaar terugvinden begint vaak met verlies. In dit verhaal ook. Dit is Wouter Post in zijn laatste weken. Hij was de zanger van The Liberators van 1979 tot 1992. De bandleden zijn elkaar uit het oog verloren. Het naderende einde van Wouter brengt de mannen met wat instrumenten weer bij elkaar in het hospice. Nog één keer samen spelen, bij wijze van afscheidscadeau. Met een nieuwe zanger, want Wouter heeft door de keelkanker geen stem meer. Wouter hield altijd al van aandacht, dus hij vindt het prima dat ik het film. Ik vond het een heerlijke middag. Volgens mij hebben Frans, Jean en Lucas evenveel genoten als ik. Dat geeft alweer een boost. Daarom ben ik ook zo dankbaar. Het is een geweldig cadeau. Bizar. Ik vond dat bizar. Mijn contact met Wouter was klein. We hebben nog samen ergens gewerkt. Een groothandel. En daarna heb ik hem eigenlijk weinig gezien. In verhouding met wat we aan het doen waren, heeft hij dat eigenlijk afgesloten. Dus ik vond het wel raar dat alles terugkwam op het verhaal Liberators. We hebben 10 prachtige jaren gedeeld met elkaar. Maandenlang op tour geweest in Denemarken en Noorwegen. We hebben gespeeld met Robert Plant en Gary Moore. Op het grote festival Rhythm and Blues Peer gestaan. Maar ook voor zaaltjes met maar 30 man. Welke band kan dat zeggen? Bij deze bizarre jam-sessie eind 2015 zie ik bij de mannen warme herinneringen bovenkomen. Stoere verhalen over de tournees door Scandinavië, spelen op grote festivals en voor halfvolle dorpscafés, over schulden en aandacht van meiden. Ze leefden 13 jaar samen in een mannenhuwelijk op het podium. Ik speelde toen met Lucas in een top 40. Orkest, beroepsmatig. En daar zijn we in begonnen. Toen was het een beetje een slappe tijd, zo jaren 70. Toen zijn we de Liberators begonnen, omdat we een beetje genoeg hadden van het commerciële werk. En we dachten, als we er toch niks aan verdienen, dan laten we dan maar muziek maken die we echt leuk vinden samen. Dat hebben we toen gedaan, samen met Wouter. En Maurice, die er nu weer bij is, die is toen even ingevallen omdat Wouter ging studeren in Amsterdam. Ik was een broekje van 18 en ik zag een advertentie van een band met platencontract zoekt een zanger. Ik dacht, nou, makkelijk kunnen we niet hebben. Maar uiteindelijk merkte je toch dat Wouter er beter in paste. Waarom? Dat is iets organisch, ik weet niet wat het is. Ik kreeg op een gegeven moment de mededeling van de bassist van we gaan naar Denemarken, maar ze gaan jou niet meenemen. Ik was ook natuurlijk een beetje beledigd dat ik daar zonder boer of baar gewoon op een zijspoor gezet werd. Achteraf snap je dat allemaal, hè. Dat klopt het ook allemaal gewoon. Maar ik heb er ook wel wat dingen van geleerd. Ik denk, ik moet dus dingen zelf in eigen hand gaan houden als ik dingen wil. Je moet dus niet afhankelijk opstellen van andere muzikanten, want dat gaat niet worden. Toen stond er schijnbaar in de krant Liberators zoekt bassist of zo. Voor een tour. En dat heeft mijn broer gezien. En die heeft me getipt en ben ik daar gelijk naartoe gegaan. En toen was het eigenlijk snel gebakken. Ja, omdat het gewoon een hele goede bassist is. En een muzikaal een heel rijk figuur. Maar ze hadden in ieder geval een plaat. Dat vond ik altijd super stoer. Invalszanger Maurice belooft Wouter op zijn sterfbed dat de Liberators een concert zullen geven, ter ere van Wouter. Zo zet de stervende zanger zijn oude bandleden na bijna 25 jaar weer aan het repeteren.
3 weken na de jam-sessie in het hospice, overlijdt Wouter. We gaan een avond organiseren, weet je wel. Dus het moet een beetje een happening worden. Een entertainment ook een beetje. Ja. Weet je wel? Dus leuk. Alleen wij. Ja. En paaldanseressen. Ja, die, weet je nog toen we in Denemarken speelden met die meisjes die dan zo'n soort stripties deden? Paaldans. Vooral Wouter was daarbij. Zo. Zij ging slager worden. I like to work with meat. Kik ze Wouter zo in de ogen. Ja, ja, ja. En dan Wouter zo van. Ja, Maurice moet zingen. Dus ik denk dat bij Maurice natuurlijk wel zo ligt van ja. Nee, maak helemaal een selectie eerst, want ik. Ik weet voor de meeste nog niet eens waar ik het over heb. Dus, Talking to a wall. Ja, ja, die moet er echt in. Moet, dat vind ik gewoon. Maar er komen nu eerder nummers bij dan dat er nummers vanaf gaan, geloof ik. Hè? Hey, ja, precies. Anders, hè? Is er een streefdatum wanneer het moet gebeuren? Zaterdag verpaasd 26 maart. 26 maart. Ik kan het niet even op later, man. Ja, waarom? Hoezo? We zijn 2,5 maand. Twee repetities zijn er twee meer dan de laatste 10 jaar gedaan. Ja. Zo dan. Nee, ik heb niet betaald. Ah, ik heb geld achtergelaten. Nee, maar jij hebt geld aan mij gegeven. Ja. Daar heb ik weer 50 bijgelegd. En toen hebben we nog eens. Wat zijn er van bedragen? Ja. Dus ik ben ook 40 gaan betalen. Oh. Ja. Dat is best wel veel. Als we nog een keer vergaderen, misschien bij iemand thuis. Of buiten. Oh man, dat is duur aan. Frans gaat dat door. Ja. Wat de nummers maken, dat hadden we al gauw geregeld. Dat vond ik ook het toffe aan de band. Er was weinig, geen jaloezie of zo. Het was er vrij duidelijk. Wouter was heel goed in zangmelodieën, teksten. En ik was goed in inloopjes en riffs verzinnen. Meestal was het zo dat Frans. Met een lick aankwam, een gitaarriffje. Wouter de teksten schreef en Jean en ik begonnen het een beetje in elkaar te zetten. Dus waar komt het refrein, waar zit de bridge, waar zit de couplet, intro, outro, einde, dat soort dingen. Bij Bak er eigenlijk een nummer van. Nou, wat het zakelijke betreft, het organiseren, dat lag Lucas het beste. Ik deed de bus en bassen. Bas en Bus. En er zat een onmission van jou bij. En wat singeltjes ook van dingen die je hebt gedaan. Dus ik heb dat sowieso allemaal. Oh ja, dat is. We hebben nu de derde repetitie. En het begint vorm te krijgen. Ook het idee, ook wennen aan het idee. Want het is natuurlijk raar als je zo lang niet meer gespeeld hebt. Het is niet echt vanzelfsprekend. En, maar het valt reuze mee, we zijn niet echt veel vergeten en het zit er nog wel in. Ik ben even zang. Even nadenken. Ja, dat maakt niet uit, hè. Okay. Ja. Frans volgen, hè? Moet je wennen aan de mannen? Nee, eigenlijk niet. Ze zijn nog steeds even vervelend. Ik doe nog eigenlijk alleen maar duo's. Je hebt ze gemist, hè? Ja. Alleen piano. Beetje wel. Ja, ja. Het is toch wel. Dat doen we een beetje van alles. Wel het beste wat ik gedaan heb. In mijn muzikale loopbaan. Ja. Niet Frans volgen dus.
Ik wel, maar... Een week voor het concert ter ere van Wouter komt krantenjournalist Wiel Beijer voor een interview. Ik zie de mannen meteen weer in hun oude rol schieten. Lucas de Regelaar, Frans het Warhoofd en Shang de kloon van de band. Alsof ze nooit uit elkaar zijn geweest. Dat was toen ging Jan van Bureau Pinkpop, die ging zich ermee bemoeien. Ja, die heeft ons wel leuke optredens bezorgd. Maar die gingen ze ermee bemoeien, dat betekent dat ze jullie in het voorprogramma zetten of dat ze jullie een tour aanboden? Ja, wij speelden eigenlijk een voorprogramma en deden dat bij Robin Plant en bij nog wat bands. Gerry Moore. Dat vonden ze eigenlijk wel leuk. Robin Plant was heel enthousiast, die stond altijd... Die zit en die zei, wil je niet meekomen? Nee, maar dat is natuurlijk eigenlijk wel duidelijk. Als ik Robin Plant deed, want ik deed de grote concerten in Limburg in die tijd, al of niet in samenwerking met Mooie Konters, of met Willem Venema, of een ander groot bureau, dan vroegen ze van, is er een support act? Weet jij iemand? Ja, dan pakte ik natuurlijk altijd de band van mezelf. En het is ook heel vaak zo gebleken dat ze uiteindelijk altijd na afloop zeiden van, dat ze zeer tevreden waren over de band die ik in dat zogenaamd had opgedrongen. Ja. Het plant. Ja. Zo. En toen vroeg hij nog, gaan jullie mee naar Wenen, geloof ik? Maar toen moesten wij het Blues Festival Peers spelen. Vonden we wel iets belangrijker. Ja? Is dat de reden? Hij wordt dat niet verzet. Hij wordt niet verzet. Het heeft niks te maken met strak of zo, maar het was organisch. Het was één, we waren één. Op een gegeven moment waren we zo... Die muziek waren we zo tof aan het spelen. Ik had altijd bloedblaren van het spelen. Lucas had bloed op zijn handen. Frans die geen effecten gebruikt. Dikke snaren en dan 4 keer 3 kwartier of zo spelen. En de dag daarna weer. En Wouter kon... Ja, die werd gewoon geprojecteerd door ons. Hij kon gewoon doen en laten wat hij wou op het podium. Voor mij waren het goede muzikanten, ja. Ik had... Het zat goed in elkaar, straf, anders deed ik het ook niet, trouwens. En als zij dus nu opnieuw zouden willen doorbreken, bij wijze van spreken, dus een herpakken, een heruitvinding, dan zou ik het best wel overwegen om volgend jaar op de 33e keer Bluesrock tegen nog eens een keer de Liberators te doen. De Liberators toerden meerdere keren door Scandinavië. Ze stonden op festivals in Denemarken en Noorwegen, maar speelden ook in dorpszaaltjes op de Faroe-eilanden. Dat reizen was leuk, maar dat was ook wel heel zwaar. We gingen naar Noorwegen, via Zweden, werden aangehouden door de douane. Want ja, een rock'n'roll band uit Nederland, het drugsland. Uit moeten kleden, alle trommels opengeschroefd. Flightcases doorgekeken, maar geen milligram gevonden, want ja, wij waren natuurlijk niet zo stom om drugs mee te nemen natuurlijk. Allee, ik was al 10 jaar muziek aan het maken, maar ik had nog nooit getoerd. Dat is altijd zeer kleinschalig. Niet dat zo'n wereldtour was, maar was alles erop en dran, je was van huis. De route wordt berekend. Lucas hield aan de vele tournees van de band een Deense geliefde over en een inmiddels volwassen zoon. De liefde is voorbij, maar de drummer reist nog steeds regelmatig naar Scandinavië. Ik heb de Liberators leren kennen in een restaurant en muziekcafé waar ik in die tijd werkte. Ze hadden in die tijd heel veel toeren gedaan en ze waren een beetje moe, geloof ik. Maar niet dat het niet leuk was met optreden en zo, maar ja, jij zag het gewoon dat we een beetje geleefd waren. Ja, de ogen van die Scandinavische meiden waren best wel exotisch. Aan een ruig leven, waren op tour, constant, rock'n'roll band, spraken Engels. Ja, dat vonden die lokale jongens meestal niet zo leuk. Ja, denk ik ook mede, hè? Het Liberators-idee. De weduwe van Wouter en de partner van Shang kijken net als ik met verbazing naar de wederopstanding van de band. Ze stonden ooit zij aan zij voor het podium naar hun mannen te kijken. Ik wil niet voor iedereen spreken, maar Wouter was er wel een goede in. Was een womanizer. Dat was een womanizer, ja. Echt waar. Ja.
En Frans en Jean en Lucas? Nee, helemaal niet. Nee, zelfs Jean niet. Wouter was de nominatie. En Wouter heeft ook altijd gezegd van dat hij in het bandje is gaan spelen om een indruk te kunnen maken op vrouwen. Ja, en al die Zweedse blondines of wat dan ook, die zien alleen dat stukje. We hebben ja. Het hele achterstuk wordt niet gezien. Ik zou het erger hebben gevonden als hij naar me toe was gekomen en had gezegd, ik ben verliefd op een ander. En wat hij daar in Denemarken heeft uitgevreten, ik hoef het helemaal niet te weten. Ja, de Rieven, hier zie je. Liberators Nijmegen, hallo Rienus, oké. 900 gulden, kijk eens. Met zomerblues geweest. Hoeven ze te weinig geld? Ik weet het niet, ik zou dat op dit moment even niet weten. Ik denk dat ze, natuurlijk voor zichzelf, ik heb 800, 900 gulden, kun je niet van leven, joh, echt niet. We hadden zelfs geen geld om daar een biertje te bestellen. En jullie verdienden toch met die tour, hoop ik? De omzet, ja. Maar de onkosten bleken ook hoog te zijn. En later zijn we, vooral dankzij een hele mooie Amerikaanse auto, zijn we toch flink in de schulden beland. En toen zijn we gaan optreden om die schulden weg te werken. Ik denk Wouter of Lucas zullen dat ding wel ergens hebben zien staan. En het was ook een te gekke auto. En vooral als je van die lange ritten moet maken. Dan is het wel fijn als je zo relaxed zit. Als in zo'n Mercedes-bus met takken en herrie van binnen. De Liberators gaan nog één keer optreden. En dat gebeurt komende zaterdag in Maastricht. De rock'n'roll band stopte 20 jaar geleden. Maar is weer bij elkaar voor een eenmalig reunieoptreden. Aan tafel drummer Lucas Vroemen. Lucas, wat is de aanleiding? De aanleiding is de dood van de zanger. Dat is de aanleiding. Zij is gestorven en op deze. Wij deden eigenlijk helemaal niks aan carrièreplanning. We noemden onszelf wel eens muzikale hoeren. We speelden namelijk overal. Maakt ons niet uit. Kroeg voor 100 man, festival 15.000 man. Wij deden gewoon alles. Ik heb nu zelf een bedrijf. En je merkt nu dat je af en toe even terug moet treden. En eens even gaan kijken wat wij eigenlijk aan het doen. En dan verstandig bijsturen. Waarom zijn jullie gestopt? Omdat ik denk dat genoeg was. Wij speelden zoveel. Wouter ging op een andere manier voor zijn gezin zorgen. Ik dacht van dat kan hij ook met de band doen. En maar dan moet hij natuurlijk zelf bepalen. Maar ik vond het wel heel jammer. En ik was samen met Wouter zwanger, zo'n beetje tegelijkertijd. Lucas had al een kind. Frans misschien ook, maar dat weten we niet. Komende zaterdagavond in Den Himmel in Maastricht het eenmalige reunieoptreden van de Liberators. Zonder zanger Wouter Post, die is al in de hemel. Hij wordt vervangen door Maurice Peters. Hier is de Liberators. Het was zo'n hechte band. We hebben wel even geprobeerd om iemand anders te vinden, maar het werkt niet. Wouter ging in de fabriek werken volgens mij. Ja, en wij dachten allemaal, ja, maar met zo'n talent, dat doe je toch niet? Je stopt toch niet met muziek maken? Je bent zelf ook vader van 4 kinderen. Snap je dat het combineren van een gezin met een band best lastig is? Ja, zeker. Dus bij de gratie van de moeder. En als de inkomsten uitblijven. Ik denk dat het ook moeilijk is dat je zo overdreven veel aandacht krijgt. En het huis niet. Maar van de andere kant is dat natuurlijk wel wat je doet. Ik ben niet plots muziek aan het maken. Het is moeilijk, maar volgens mij niet onmogelijk. Maar dat betekent dus dat je altijd een man deelt met zijn passie, muziek. Ja, absoluut. Baal je daar nooit van? Ja, extreem.
extreem. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Jean en ik zo'n wervelende tijd relatie hebben gehad. Ja. Leed jouw gezin eronder? Ja, ik denk dat het wel pittig was. Maar ja, ik was muzikant. Ja, het weer is muzikant, zoveel mogelijk spelen. Ja. En dan was je wel vaak weg. Dat is zo. Het is op een punt geëindigd dat je denkt van als je nog even poot strak houdt, weet je wel, dat misschien kan het dan toch nog lukken. Ja, je zag wel het laatste jaar, zag je wel, volgens mij 92, 93, zag je wel ineens van, oh, kwamen allemaal grote optredens en voor 5000 daar, voor 10.000 man daar. En we speelden veel grote tournees, goede recensies in Muziekkrant Oor. Maar ik weet dat niet. Ik wou wel doorgaan, ik geloofde daar ook in en ik was vrij naïef en meer een fantast. En, ja, Wouter kwam dan zeg maar het echte leven op hem af. Frans die stond overal open voor. En ja, Lucas die was helemaal een, zeg maar, in balans over wat je nou moet doen of wat je nou niet moet doen. Is dat slim of vind ik het leuk? De rock and roll en rhythm and blues van de Liberators zit vol mondharmonica partijen. En vroeger nam Wouter die voor zijn rekening. De nieuwe zanger Maurice bespeelt geen instrument, dus de band zoekt versterking. En hè? Hey! Klaar ervoor? Jazeker. Ja, ja, ja. Ik heb daar niet zo nerveus mee geweest. Waarom ik er nerveus van ben? Ja. Nou ja, het zijn toch muzikanten waar ik tegenop kijk nog altijd. Hey, hallo. Hey, nou, komt goed. Ja, goed, dank je. Lieve spulletje uit de auto. Ja. Stefan. Oh, geen Stefan. Ja. Goed. Waar ik ze echt heb leren kennen is eigenlijk de tijd dat ik in de Duke in Maastricht kwam als jochie eigenlijk. En daar luisterden we naar roesmuziek. En als hoogtepunt, wat ik me kan herinneren, is de opname in de Charlemagne van de LP waar we toen met z'n allen naartoe zijn geweest. Ja, dat was fantastisch. Dat was een heel groot feest. De kaarten voor het reunieconcert raken in no time uitverkocht. Ruim 400 oude fans willen wel eens zien of de rockers het nog kunnen. Super. Echt chic. Dat is echt chic. Ik vind het spannend, ik vind het fijn en sowieso al die bekende mensen weer. Het is even weer terug in de tijd. Lucas, Frans en Jean, de Liberator! En ik voel het weer helemaal vanuit mijn tenen, vanuit het innerste gewoon heel daar staan, die elkaar weer met de oog dicht, gewoon haar fijn aanvoelen. Ja. Hey, hey.
Heimwee. Ik vond het echt leuk, ja. Zullen we zeggen, om een plek. Ja, het ging allemaal lekker. Een feestje, mensen eromheen. Maar zo'n zaal, helemaal vol. En dan mensen zijn, die staan zo om elkaar. En zijn aan dansen en hebben een hele leuke avond. Ja, dat is wel waar je het voor doet, denk ik. Ik bedoel, zo'n feestje wil ik wel vaker doen. Ik denk dat ik zou voorstellen om over 2 weken af te spreken met instrumenten. Dus het is, Maurice heeft heel erg, ja, Wouters partij overgenomen. Maar ja, wat gebeurt er nou als we samen iets nieuws gaan maken? Dat weet ik niet. Dan krijg je echt een band. Het feestje ter ere van Wouter smaakt naar meer. De bandleden gaan aan de slag voor nieuwe nummers. Een echte wedergeboorte. Maar er wringt iets. Frans mist Wouter en kan niet wennen aan de nieuwe zanger Maurice. Je kunt met Maurice een leuk ding neerzetten. Mm-hmm. Wel met onze muziek, hè? Alleen het creatieve of de feedback. Ja. Nee, dat snap ik. Dat mis je dan, weet je wel. En daar zit ik een beetje mee. Maurice heeft wel een dikke stem. Maurice heeft echt een vette stem. En wat we nog niet hebben gedaan, ik heb een paar keer gevraagd van kom eens met een paar nummers af die je wilt zingen. Dat hij niet de hele tijd White hoeft na te doen. Want daar komt het op neer. Maar dan krijgt hij problemen met mij. Ja, maar dan moet je een balletje opgooien. Ik weet gewoon al dat hij met nummers aankomt, waar ik denk van ja, nee, maar dat gaan we niet doen. Wat is na jouw muzikantenleven jouw beroep geworden? Klusjes. Alles dingetjes, wat? Ja. 12 ambachten? Ja. Nou, niet zoveel ongelukken, maar... Nee. Het is een beetje sprokkelen, een beetje met muziek, een beetje met dat. Ik heb die ervaringen, die heb ik wel meegenomen. Ik deed meestal de planning en management en internationale boekingen en allemaal dat soort dingen. Ja, en dat doen we nou weer met mijn bedrijf. Dus ja, sommigen zeggen wel eens als je zo'n zootje ongeregeld om 8 uur nuchter op een podium krijgt, moet het bedrijf ook wel lukken. Dat jij wel bent doorgebroken met de muziek, met de grote namen hebt meegespeeld, betekent dat dan ook dat jij de enige bent met echt talent? Nee, dat betekent dan. Nee, iemand heeft mij ooit verteld, die zei van, ik heb gewoon veel geluk gehad. En dat is het. Je kunt dat geluk nog wel afdwingen door bijvoorbeeld de trein naar Amsterdam te pakken. En dan in de gratie valt eigenlijk. En waar maakt? Nee, ik denk dat veel met geluk te maken heeft. Moeten we naar een mediator of zo? Anders het blijft het een cirkel zo, hè? Nee, dit wordt moeilijk met Maurice. Ik weet het gewoon. Kijk, nou zo'n praten, nou... Het is nog een beetje moeilijk, hè? Als het zo van één persoon afhangt, is zo'n kut. Als je dat wil doen, samen muziek maken, dan moet je wel een klik hebben. Want anders is dat wel lastig, want dat kan anders gewoon niet. En als hij er niet is, ja, dan denk ik dat het gewoon ophoudt. Ja. Ja, het is... We zijn geen wereldberoemde band dat je miljoenen binnenkrijgt en zegt van nou, ik moet hem niet, maar ja. Domme.
Daarmee lijken de Liberators opnieuw uit elkaar te vallen. Ik zie verdriet bij alle vier. Shang en Lucas weigeren het moois op te geven. En met veel praten proberen ze de band bij elkaar te houden. En hij zei namelijk, dat vond ik heel belangrijk. Ik drink graag een biertje met Maurice. Ik zei nou, dan moet het toch lukken. Als je dat is veel belangrijker voor mij dan dat je zegt, zo, die kan een gitaar spelen. Zo, die kan mooi roffelen of slappen of wat dan ook. Is dat vooral een bepaald beeld heeft van die periode. En dat beeld door die vastgehoord, dat geven ze een tweede natuurlijk. Dat die herinnering over hem moet blijven bestaan op die manier, voor hemzelf. Ja, dat kan ik. Ja, kijk, ik kan het begrijpen, maar ik vind het onwerkelijk. Om jezelf een beetje te beveiligen, stop je het ook weg. Kijk, als het dan toch afgelopen is, dan. Je spreekt er ook alsof het bijna een echtscheiding is. Ja, dat is het ook. Dat is het ook. En op een gegeven moment komt dan ook een tijd dat je gaat irriteren als men over Liberators begint. Omdat het gewoon een beetje moeilijk is. Zit die pijn dan nu nog? Nee, dat is geen pijn meer. Oh nee, dat was alleen in het begin. Omdat je natuurlijk ook een stuk zekerheid en een stuk identiteit ook was geworden. De oplossing voor de crisis in de band ligt misschien in uitbreiding. Want Frans had bij het reunieconcert een klik met mondharpist Stefan. Met zo'n vijfde man in de band veranderen de verhoudingen. De muziek maken, het is iemand die een instrument speelt en zo. Je kunt ook akkoorden hebben en die voelt en die hoort waar het naartoe gaat. En hele basale dingen eigenlijk waar ik het over heb. Ja, ik snap. En ik denk moet toch wel erg, moet dat Stefan je ook gaat triggeren, denk ik. Ja. De lijnpoging lukt. Ook Maurice is bereid het nog eens te proberen samen. En Stefan sluit aan, nu niet meer als gastmuzikant. Je houdt van roesmuziek en dan staan daar gewoon mannen dat op een hele fijne en goede manier te spelen. Ook een van de redenen dat ik dacht, wat die mannen doen, dat ze ook wel eens graag willen. Het is wel het gevoel dat ik een bepaalde naam moet hoog houden, een bepaald pijl moet halen. En dat mag best, Liberators was een bekende naam. Het moet niet zo zijn dat mensen straks zeggen, ja, leuk dat die oude lul ook een keer op het podium willen. En om een andere hobby zoeken, mensen moeten iets hebben van, god, daar wil ik meer van horen straks. Dat wil ik volgen, daar wil ik bij zijn. Ik ben niet met de Liberators iets nieuws aan het zoeken. Maar wel in de nood van het beste eruit te halen van wat we nog weten van elkaar. Want toen we toen speelden, was dat gewoon supergoed. Begon als een intieme jam-sessie als afscheid van Wouter, is een jaar later een geoliede machine van gepassioneerde muzikanten. De Liberators laten weten beschikbaar te zijn voor Festival Bruis Maastricht. En zo staan ze voor het eerst in 25 jaar weer op een groot podium. Gastmuzikanten zijn saxofonist Peter Hermersdorf en harpiste Sanne Jansen, die de afwezige Stefan vervangt. Ja, voor mij is muziek
is echt belangrijk. Ik ben blij dat ik dat heb. Dan heb ik dat toch steeds, ja... Ik kan ziek het podium opstappen en dan ben ik niet meer ziek. Thee. Camille thee. Rustig eten, hè? Zit er iets in mijn neus, denk ik? Nee? Haren. Oké. Okay. Ben je zenuwachtig? Een beetje wel. Waarom? Omdat we de lat omhoog hebben gelegd. Van rock'n'roll feestje naar rock'n'roll feest. En ik hoop dat Frans niet te veel fouten maakt. Dan ben ik eigenlijk meest zenuwachtig. Daar gaat hij. Jij maakt nooit fouten, hè? Nee. Zit niet in mijn aard. Nee. Wat ik wel vaker heb is dat ik een andere toonsoort speel dan die anderen. Dan zijn ze niet mee, snap je? De Liberators openen hun optreden op Bruis met z'n drieën. Frans, Sjang en Lucas beginnen het concert met het eerste nummer dat ze maakten zonder Wouter. G-Jam. Wouter zou tevreden zijn. 3 weken voor zijn dood uitte hij deze wens. Links en rechts wordt er nog altijd met weemoed over de band gesproken. Wie weet vinden de jongens de energie om aan een nieuw muzikaal avontuur te beginnen. Dat zou mooi zijn. Niet als parodie op de oude Liberators... Ze moeten echt voortbouwen. Ik heb het drummen eigenlijk niet echt gemist in die 20 jaar sabbatical, zoals we dat noemen. Maar nu we bezig zijn, denk ik van ja, dat is wel ultieme muziek maken. We hebben ook wel afgesproken dat we niet meer 2 uur in de auto naar Zoetermeer gaan rijden om een café sport voor 50 man te staan. Maar dat we alleen de dingen doen die we leuk vinden en niet meer spelen om te spelen. Het is echt fijn om bezig te zijn ermee. Ik speel graag. En het is heel ziek om met die jongens te spelen. We zouden eigenlijk gewoon eens een aantal optredens achter elkaar moeten doen. Weet je wel? En dat maakt niet van café tot zaaltje. Weet je wel? Ik denk dat dat wel nodig is. Liever bij mij is het wel nodig. He, ik heb altijd wel een bevestiging nodig. Fresh kid er nu bij. Ooh! Something you got has got a hold on me. Whatever you move down, baby, it's alright with me. You got me in your grip. Als we nou verder gaan, dan moeten wij moedig genoeg zijn om meer toe te laten wat we toen eigenlijk ook wilden doen, toen we stopten. Want toen waren we eigenlijk aan het evolueren en toen zijn we gestopt. Dus dan moeten we dat weer doen. En de smaak is niet verloren. De smaak van de muziek wat we samen mooi vinden, die is er gewoon. En dat we Maurice kunnen projecteren met wat Maurice goed in is, niet waar Wouter goed in was. We'll be right back.
Met deze beelden eindigde in 2017 de documentaire Sabbatical. De spanningen in de band zijn al zichtbaar en escaleren later. Met een nieuwe zanger en een nieuwe bassist maken de Liberators een doorstart. Eind 2019 neemt de band Trouble Mind op. Het eerste album met een nieuwe bezetting. Geet die mijn teksten? Totdat ze vragen begrijpen, deur. Ja. Dat wil ik ook niet. Ja, heeft een uurtje voor me. Er komen videoclips, de internationale aandacht is veelbelovend en de agenda stroomt vol met concerten. Maar dan komt COVID-19. Alle gigs worden afgelast. De band benut het concertloze jaar om nog meer nieuw repertoire te maken. Het oude werk van de Liberators wordt zo langzamerhand vervangen door nieuwe nummers. Ja. Maar dan moet ik dus ook gaan weglaten dan? Nee, dat zou ik zo laten. Jij gaat lopen. Ik ga ook lopen. Ik ga ook iets ritmischer drummen. Ja. 2021 begint goed. Trouble Mind wordt genomineerd voor Award voor de beste Nederlandse blues CD. Wil je op drie keer opnemen of... En er komt een platencontract, dus de mannen gaan opnieuw de studio in. Nou goed, hè? Misschien komt de coronacrisis deze muzikanten niet eens zo heel slecht uit. Natuurlijk missen ze podium en publiek. Maar de Liberators hebben wel de tijd gekregen om na ruim 40 jaar met een fris geluid de doorstart te maken. Ja, zo was dat. Dat ze vanuit de platenlabel gevraagd hebben van waar is de plaat? Zeg, wat is er niet helemaal klaar? Ze kregen dadelijk een hele rits van die LP's of CD's toegestuurd. Oké. Ja, hij was niet lekker.